Zo. Doe je wel voorzichtig met de deur, want hij zei dat hij niet helemaal lekker in het scharnier hangt. Ik doe heel voorzichtig. Ja. Kun je mij ook even openmaken? Ja. De centrale vergrendeling is nog niet uitgevonden hier. Hey, had jij nog instructies meegekregen van Ralf? Nou, je moet iets doen met de choke in elk geval. Weet jij hoe dat werkt? Ik weet het principe. Ja, je mag hem helemaal uit. Vinden. Voor de jongere kijkertjes. Ja. De choke. Ja, daar gaat hij. Hartstikke idee. Dan begint hij meteen toeren te rennen. Vol in de toeren. Een beetje terugduwen. Zo. Wow. Dat valt er wel mee. Ja, kun je niet meteen in één keer induwen? Die... Hij is al heel lang terug nu. Nou. Op. Wat staat hij nou met zijn choke? Ja, loopt er gewoon nou, netjes. Hij begint gewoon op te lopen zonder choke. Oh, kijk, nu is hij terug. Ja. Keurig. Nou, netjes. Dat hebben we onder de knie. Hoppa. Let's go. Wat zijn even wakker worden. Wat zijn er net? Hoeveel pk hebben we deze week? We hebben 49 hele pk'tjes. Tenminste, toen hij uit de fabriek kwam. Ja. Ik weet niet of ze er allemaal in zitten. Maar... En hoeveel staat er op de tellet? 112. Oh, dus, dat, is, dat valt best mee. Ja, ik vind het een leuk gebakje. Hey, maar over Peugeot gesproken. Ze hebben weer een leuke conceptcar neergezet. Hè? Ja, de Exalt. Ja, conceptcars maken, dat kunnen ze wel ja. Bij Peugeot. Ja. En ze hebben nu bij elke conceptcar voeren ze consequent die two-tone kleurstelling toe. Ja. Die je op driekwart van de auto een andere kleur krijgt. Erop. Ja. Ik vind het leuk. En zo, een stukje overhellen naar de inzittende toe. Hallo. Nog een bocht. Nog een bocht. Hou je vast. Hou je vast. Nee, ik hou me niet vast. Daar gaan we mee. Nee, maar die Exalt, ik vind het een leuk ding. En het zou de voorbode kunnen zijn van een 508 coupé, een vierdeurs. Oké. Die hebben we een keer in Houtweek gehad, recentelijk, als tekening. Zo van, nou, Peugeot, doe maar, dat is leuk. Nu komen ze zelf met zo'n conceptcar, dus wie weet. Ja. Het zou in ieder geval een hele verbetering zijn ten opzichte van de 407 coupé. Ja, dat was niet zo geslaagd, nee. Vond ik, niet zo mooi. Nee, maar na de 406 coupé is natuurlijk elke auto lelijk. Ja. Want dat was natuurlijk wel, die 406 was wel heel erg. Dat was een heel mooi ding, mooi tijdloos apparaat. Leuk dashboardje, lekker rudimentair. Lekker basic. Asbak. Hupsa. Met centje voor de winkelwagen. En een vijfbakje heeft hij wel, hè? Hij heeft wel een vijfbak, lekker stil. En wat is dit, voor ding? De Z-knop. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik ook niet. Doet niks. Nee. Apart. Ja. Hey, over Franse auto's gesproken, bij Renault, waar overigens de grote auto's het ook niet zo erg best doen, willen ze binnenkort de tweede automaker van Europa worden in grootte. Ze willen achter Volkswagen komen. Ja, die inhalen, dat wordt volgens mij dat lastig. Heel erg ambitieus. Ja. Maar nummer 2 is Ford, nummer 3 is Opel. En daarachter zit Renault. En niet zo heel ver erachter. Niet zo ver achter dat Opel. Lijkt me best een realistische ambitie, toch? Ja, Opel komen ze in elk geval nog wel een keer voorbij, denk ik. Want dan gaat het niet al te denderend. Nog steeds niet. Ford in Europa ook niet zo best. Ja. En Renault, die vind ik wel lekker bezig hoor, de laatste tijd. Dat Twingo'tje. Als die Twingo aanslaat en ze komen met een nieuwe Megane. Nieuwe Espace, ja. Dan hebben ze toch wel 4 modellen die het goed kunnen gaan doen. Ja. En de Captur die verkoopt volgens mij ook heel goed. Die gaat ook erg lekker. Ja. Dus dat lijkt me best een realistische streven. Het schijnt dus dat er nogal wat LPG-tanks sneuvelen. Ja, ik las het. Er zijn 3000 klassiekers van een LPG-tank ontdaan. Ja. Inmiddels al. Nou, dat is niet zo vreemd natuurlijk als je die nieuwe regels bekijkt. Nee, het was te verwachten. Ja. Dus je hebt nu heel veel, ik denk voornamelijk Amerikanen, waar ze een gastank in gedonderd was. Omdat was ze nog een beetje te behappen. Ja. En die zijn er nu allemaal uit. Ja. Of die auto heeft het land verlaten, geëxporteerd. Ja, ik denk dat ik er wel veel mensen mee tegen de schenen schop.
Maar toch vind ik die nieuwe regeling, ja, ik vind het wel wat hebben. Want je zag inderdaad veel te veel auto's die echt gewoon, net zoals die daarnet, duidelijk worden gereden omdat je geen belasting hebt. Ja. En nu vallen die mensen er mooi tussenuit. Dus dan hou je de echte liefhebbers hou je over. Kijk, dus lijkt de nieuwe aflevering van Roots wel deze. Zie je dat? Dierenmanier, ja, dieren, ja, ja. Giraffen. En, ja, mijn zoontje zal het vast heel mooi vinden, denk ik. Wist je overigens over wild gesproken dat Peugeot zo eind jaren 70, begin jaren 80 met een wildrem heeft geëxperimenteerd? Ja, dat komt me niet onbekend. Voor was dat niet samen met Jaguar ook? Ja, klopt ja. 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 Ja, want het was een systeem dat wild kon herkennen. Dus ja. voor de exportmarkt, als je dan zebra's of luipaarden of zo tegenkomt, dan wist die auto ze te herkennen. Okay. En dan ging je automatisch op de rem. Net zoals je nu wist, van die noodremsystemen voor voetgangers hebt. Ja, met infrarood en dat soort toestanden. Dat was echt een mechanisch systeem. Ze schijnen zelfs echt een paar prototypes te hebben gebouwd die dat aan boord hadden. Met die wildrem? Ja, wildrem. Ah, ja. Grappig. Ja. Ja, want nu wil Natuurmonumenten, die moedigt mensen aan om na te denken over hoe kunnen we in Nederland de aanrijding met wild voorkomen. Ja, dan zitten ze te denken aan apps en smartphones en GPS, weet ik veel. Wat, niks schijnt te dol te zijn, maar eigenlijk is het dus gewoon al zijn auto's de weg naar Rome. De oplossing bestaat al. Ja. Ja. Ik moet natuurlijk de klok op gelijk zetten. Dat ik nogal wat aanmeldingen zou krijgen van mensen die graag met ons mee willen rijden. Oh ja? Naar aanleiding van de uitzending van vorige week. Die willen allemaal stukje 9-11 rijden? Ja, nou dat begrijp ik heel goed. Maar ja, daar gaan we geen gewoonte van maken. Oké, dat was eenmalig. Nou, misschien ook nog wel een andere keer. Maar we moeten de verrassing ook een beetje erin houden. Ja, dat is waar. We mogen niet voorspelbaar worden. Nee. Maar goed. Wat wel voorspelbaar is, stel ik weer drie lezersvragen hier op papier heb gekregen van jou. Ja, en de eerste, dat verklap ik maar vast. Dat is de vraag waar we vorige week mee eindigden. Waarop ik nogal kort antwoord gaf. Dus laten we nu even iets dieper op ingaan. Oké, ik ga hem voorlezen. Ja. Beste achteruitkijkspiegelaars, bestaan er in deze tijd eigenlijk nog echt slechte auto's? Want we zijn op zoek naar een andere auto. Zo vind ik bijvoorbeeld de Citroën DS5 een prachtige auto. Of een Skoda Octavia /Superb. Maar ik krijg het mijn vader maar niet aan zijn hoofd dat er eigenlijk geen slechte auto's meer zijn. Natuurlijk zijn er grote verschillen in kwaliteit, maar het is dan meestal wel aan de prijs te merken. Groetjes, Gert-Jan. Ja, nou, dat was dus de vraag van vorige week inderdaad. En toen zei ik eigenlijk heel kort af, nee, er zijn geen slechte auto's meer. En maar het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. Ja, kijk, en als je een nieuwe auto koopt en het blijkt een slechte auto te zijn, dan heb je altijd nog fabrieksgarantie. Ja, komt er misschien nog een terugroepactie, maar ja, dat is dan... Ik denk dat je vroeger, toen had je wel slechte auto's, maar die waren gewoon kwalitatief beroerd. Die roest al in de folder en die donderde uit elkaar tijdens de eerste proefrit. Ja. Die waren kwalitatief slecht. Maar ja, ik denk dat het nu vooral betrouwbaarheidsdingetjes zijn. Ja, weet je, ik denk dat je er pas na het verloop van jaren achterkomt of een auto slecht is. Ja, maar dat is nog steeds heel relatief. Ja, kijk, al die nieuwe technieken die je nou krijgt met compacte turbomotoren, ja, gaan die de 300.000-400.000 kilometer redden? Ja. Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Niemand die het zeggen kan. Volgende. Volgende. Waarom kan een auto met achterwielaandrijving in een bocht makkelijker wielspin krijgen dan in een rechte lijn? Was getekend Niels Arts van 13 jaar. Ja, nou, het is eigenlijk heel simpel. Als een auto, je zag het net toen wij de bocht omgingen met ons 205, dat doen we het nu nog een keer. Dan verplaatst het gewicht naar de buitenkant. Ja. Het binnenste wiel wordt lichter, heeft minder grip en slaat door de aandrijfkrachten die erop komen te staan. Ja. Nou, daar heb je natuurlijk allerlei oplossingen voor. Bijvoorbeeld een sperdifferentieel, die verdeelt de krachten tussen de wielen onderling. Je hebt ook tegenwoordig allerlei elektronica, want dat geldt net zo goed voor een voorwielaandrijver trouwens. Ja. Die verliest ook, het binnenste wiel kan ook gripverlies in een bocht. Nou, ja. Allemaal elektronische remingrepen, dat soort toestanden. Dus dat eigenlijk. Ja, en wielspin in een rechte lijn, heb jij dat wel eens? Dat kan prima hoor, maar dan moet je gewoon heel lomp op je gas gaan staan. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dan krijg je wielspin met allebei achterwielen. Dat knoppie. Ik zit er nog steeds over te verbazen. Ja, ik zie hier wel het instructieboekje.
het zit ook tamelijk prominent op de... Ja. Even kijken. Z. Z. Zoek even bij de Z. Z. Het staat er niet in. Het hele knopje staat er niet in, joh. Ja, wacht eens even. Dan druk ik hem nog een keer in. Hey. Wat hoor ik nou? Ja, ik rijd nu langzamer. Misschien dat dat ermee te maken heeft. Ik weet niet. Ja, apart. Gaat er een lampje branden of zo? Nee, dat niet. Maar dat geluid, dat is wel apart. Ja. Nou, ik laat hem aanstaan. Kijk gewoon wat er gebeurt. Jezus. Wat doe jij nou? Ja, ik doe helemaal niks. Hoezo? Maar dit ding dat remt ineens. Ja, dat merk ik, ja. Voor het zebrapad. Zou het iets meer de knoppie zijn? Zou die auto van Ralf gewoon de experimentele wildrem aan boord hebben? De Z? Ja. Van? Zebra. En dan remt hij voor een zebrapad. Nou, het is wel weer een prototype met een Franse slag, zeg. Godverdikke, maar hij doet het wel, hè? Hij doet het wel. Hadden ze toen gewoon al. Fantastisch, man.